Het is 13 oktober 2019 en dat betekent dat het weer tijd is voor het grootste hardloopevenement van Noord-Nederland, namelijk de 4 mijl van Groningen. En terwijl de wedstrijdlopers al lang en breed op de vismarkt zijn, gaan wij hier eens op zoek naar het mooiste outfit van dit jaar. Wij zijn op zoek naar de meest efficiënte, effectieve outfits van vandaag. Outfit? Nou, dat is zeker heel effectief. Zeker, kijk, je hebt zo'n slurfje en iedereen gaat van, kom op, weet je wel. En dan... Is het wel aerodynamisch genoeg? Nou, daar kom je zo meteen wel achter, denk ik. Ik weet niet. Wat voor weddenschap heeft u verloren? Ja, ik zou al mijn haar eraf moeten halen, maar ik vond Miss Piggy dan toch iets beter. Oh, echt? Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, we hadden iets van, denk ik, we willen toch een beetje actueel zijn. En denk, weet je wat, we gaan voor de Brexit. We vinden de Brexit een beetje een Muppet Show. Dus we denken, we gaan maar dan als Miss Piggy. Alleen Miss Piggy is ziek geworden vanochtend. En toen moest ik een beetje invallen. Ik heb een weddenschap verloren. Oh, help. Van meneer. Wat was de weddenschap? Ja, wat was het ook alweer? Ja, ik zou een kaart voor je regelen. Hè? Hij dacht dat ik geen kaart meer kon regelen. Dus ja. En daarom moet ik een pak. Het is wel sexy. Ja, het was voor een meisje van een jaar of 12. Dus ja, en tot mijn verbazing heb ik nou een fijn navelshirtje. Ja. Dus ja. Mag ik ook nog je gezicht zien? Nee, dat is verboden. Had erger gekund, toch? Ja, gewoon echt zo'n dikke lul, weet je wel. Maar ja, ja. Je bent gespaard. Ik ben zeker gespaard, maar hij volgend jaar niet. Hij is de lul volgend jaar. Letterlijk en figuurlijk. Hey, succes. Ja, kom goed. Ga maar die banaan.